Lieve mensen, welkom terug bij een nieuwe video. En vandaag heb ik weer eens het AC Milan shirtje aangetrokken. Dan weten jullie natuurlijk al hoe laat het is. Het is tijd voor een past and present AC Milan team. Een oud en huidig AC Milan team. Milan is het jaar partner geworden met EA. En daardoor zijn er heel veel AC Milan special cards. Die ik natuurlijk allemaal heb verzameld. En uiteindelijk heb ik een heel ziek team kunnen bouwen. Voordat we verder gaan met de video heb ik een hele zieke announcement. En dat is namelijk voor de volgende video. Kunnen jullie als kijkers kans maken om 2200 FIFA punten te winnen. Huh? Maar Teun, hoe dan? Dat zal ik jullie heel fijn uitleggen. Ik ga namelijk een potje spelen tegen een van jullie. En winnaar krijgt 2200 FIFA punten. Eén ding wat je moet doen om kans te maken op het winnen van deze fantastische prijs. Is abonneren op mijn YouTube kanaal. En dit even een screenshot van maken en doorsturen naar mij via InstaDM. Met daarbij de tekst FIFA. Weet je. Meer uitleg hierover zie je mijn Instagram. Link zit in de beschrijving. En dan gaan we nu door met de video. Dan gaan we nu door naar het past en present AC Milan team dat ik heb gemaakt. En we beginnen meteen met een klapper van een kaart. In de goal begint namelijk Gianluigi Donnarumma. Zijn team of die hier kaart. Zoals velen van jullie weten heb ik deze gepackt. First owner. Hij heeft natuurlijk heel lang bij AC Milan gezeten. Als 16-jarig jochie kwam hij in de goal te staan bij het eerste van AC Milan. Nooit meer eruit gegaan, maar helaas vertrokken. Transferverein naar Paris Saint-Germain afgelopen zomer. Gaan we door naar de rechtsbackpositie en dat is Alessandro Florenzi. De Winter Wildcard. Hij is overgekomen van AS Roma. Goed backje. Heel vaak niet heel veel over te zeggen. Leuke kaart, toevoeging en eigenlijk de enige beste rechtsback die AC Milan nu in dit spel momenteel heeft. Gaan we door naar de eerste centrale verdediger en dat is Leonardo Bonucci. Als een van de beste centrale verdedigers kwam hij naar Milan toe. In de tijd dat Milan nog zesde, vijfde werd. Hij aan het opbouwen was naar een nieuw team. Hij was echt een toevoeging. Dacht iedereen. Maar helaas, het bleek niet zo te zijn. Hij is dus een oud speler van AC Milan. En dus ook een aardige toevoeging voor dit team. Gaan we door naar de linker centrale verdediger. En dat is Simon Kjaer's Moments kaartje. Hij heeft natuurlijk dit kaartje gekregen. Omdat hij toen met Christian Eriksen snel handelde, goed handelde. En vandaar dat hij deed. Leuke toevoeging van deze kaart is bij zijn reactievermogen heeft hij ook 99. Ik weet niet of EA het bewust heeft gedaan, omdat hij natuurlijk snel heeft gereageerd in die situatie. Maar in ieder geval een leuke toevoeging van EA. En ja, aardig kaartje. Gaan we door naar de linksbackpositie en dat is Theo Hernandez. De enige normale kaart van de basiself van dit team. Hij heeft natuurlijk genoeg informs, maar helaas had ik niet het geld om nog een inform van hem te kopen. Zijn normale kaart is al ziek goed, dus vandaar dat we zijn normale kaart hier op linksback hebben staan. Door naar middenveld en daar beginnen we met Manuel Locatelli. Hij heeft lang bij Milan in de jeugd gespeeld, doorgekomen naar het eerste een beetje als wisselspeler. Vervolgens vertrokken naar Sassuolo om meer speelminuten te maken en daarna is hij dus ook vertrokken naar Juventus. Geen bijzondere kaart, eigenlijk ook gewoon een zeer matige kaart als ik er nu naar kijk. Maar ja, we moesten een middenvelder hebben en daar kwamen we op Manuel Locatelli. Maar we compenseren het met de volgende speler op middenveld. En de eerste daarvan is Lucas Paqueta. Wat een speler is dit. Ook zijn momentskaartje. Bij Milan gezeten, volgens mij 2 seizoenen. En daarna vertrokken naar Olympique Lyon, waar hij het echt heel goed doet. De volgende speler op middenveld is de nieuwste kaart in FIFA. En dat is namelijk de nieuwe promo FUT Fantasy. En dan de kaart Sandro Tonali. Wat een kaart. Alles 80 plus. Hij kan nog upgrades krijgen. Maar ja, nu is hij eigenlijk al een hele zieke kaart. Dus zeker een baas die we op het middenveld kunnen gebruiken. Op de 10 positie gaan we spelen met Future Stars Brahim Diaz. Hij is voor seizoen al gehuurd door AC Milan van Real Madrid. Ook de komende 2 seizoenen zal hij verhuurd worden aan AC Milan door Real Madrid. Aardig kaartje met 5 stars weakfoot en 4 stars skillmoves. En dan gaan we door naar het spitse duo van dit elftal. En uiteraard kan daar sowieso 1 iemand niet missen. Jullie weten waarschijnlijk al wie dit zal zijn. Dat is namelijk Alexandre Pato flashback kaart. Jullie weten natuurlijk al dat ik een video hiervan heb gemaakt van deze kaart. Als je nog niet hebt gezien, ga hem zeker even checken. Maar het is natuurlijk een hele zieke kaart. Deze flashback kaart is dan ook de flashback naar het seizoen waarin Pato bij AC Milan heeft gespeeld in volgens mij 2009-2010 is deze flashback kaart.
hij was natuurlijk super goed in die tijd bij AC Milan met eigenlijk het spitsenduo Zlatan Ibrahimovic. Zou je dan denken, is de tweede spits dan ook Zlatan Ibrahimovic? Nee. Nee, dat is Olivier Giroud. Ik had hier natuurlijk heel graag Winter Wildcard Zlatan Ibrahimovic willen neerzetten, maar zoals ik al zei, ik heb daar gewoon niet het geld voor. Also we don't have the capacity. Vandaar dat we moeten doen met momentskaartje Olivier Giroud. En ik moet zeggen, het is natuurlijk een steeds leukere speler geworden, aangezien het bij Milan in het echt aardig goed doet. In het derde tegen Inter heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. En nog vele andere wedstrijden waarin hij toch dat ene goaltje weet te prikken. Een spitse goaltje. En vervolgens dat Milan weet te winnen. En dan is dit dus het complete team van het past en present AC Milan. We hebben als trainer Carlo Ancelotti heeft natuurlijk bij AC Milan als trainer gezeten in de glorietijden, zoals ik het maar even kan noemen. En hij speelde in die tijd dus ook onder het systeem 4-4-2, kleine ruit. Vandaar dat we dan ook met dit systeem gaan spelen. Op de bank hebben we nog een paar aardige leuke spelers staan. We hebben nog Christophe Piatek, man of the match. We hebben nog Stefan El Shaarawy, zijn Conference League kaartje. We hebben nog Winter Wildcard, Junior Messias, Cachet, Kalulu, Thiago Silva natuurlijk en Mike Maignan. Ik denk dat we genoeg hebben gepraat, dus laten we gewoon lekker een potje spelen. Kijken of we met dit past en present AC Milan team kunnen winnen. Ik ben heel benieuwd. Laten we. Daar gaan we. Oeh, het is een aardige tegenstander hoor. Leuk teampje. Oh, Theo. Meteen een goede save van Donnarumma. Oei, oei, oei. Komen we meteen in de problemen. En een keer. Oh, wat een save van Donnarumma. Heerlijk. Oh. Giroud. Boom. Oh. Die moet daar eindelijk hangen. Oh, uitgeblokt. Hornetje dan. Oh, dom. Goeie actie. Is een goede aanval. Oh, ik moest hem nooit geven eigenlijk. Oh, 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 wat dom zeg. Ik moet zeggen, we spelen aardig hoor. Heerlijk balletje van Florenzi. Haim Diaz. Pato. Pato, wat een aanval zeg. Wat een aanval. Het is Alexandre Pato. En het is 1-0 voor past and present AC. Daar gaat hij, Olivier. Per hoek, boom. Ryan Diaz, boom. Hoppatee. Het is 2-0. Toch na de 1-0 de 2-0. Heerlijk hoor. Gaan we weer. Brahim Diaz. Komt die kapje. Paasje. En het is Pato. 3-0. Het is lieve Loesoe. Hoppatee. Bye, have a great time. Ik had nog even één potje spelen. Omdat het vorige potje natuurlijk een easy dub was. Hoeveel foot burst is. Dus misschien is het wel een wat betere tegenstander dan de vorige. Laten we het hopen. Gaat hij weer. Tonali. Kapje. En het is Olivier Giroud. Oh, ik wou zeggen al de 1-0. Oh, nog steeds niet. Oh, Manuel Neuer redt. Oh, het is 1-0. Donnarumma. Gaat in de fout. Oei, oei, oei. Ik volgens mij kon hij hem makkelijk hebben. Oké, okay, nou, even opletten dan maar. Hè? Wat? Wat zie ik nou weer? Ik doe niks. Oh, waarom laat ik die herhaling? Waarom laat ze dan die herhaling zien? Ik doe niks. Wat zie ik? Als je met Neuer. En hij pakt hem heerlijk. Gigi Donnarumma. Gaan we, Theo. Oh, Theootje, Theootje. Oh. Oh, het is 2-0. Het is 2-0. Oei, 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 oei. Waarom is daar niemand?
Nee, waarom time ik dan ook zo'n bal? Oh, oh, oh. It's looking promising. Boom. Oh, wat een save van Neuer. Wat een save. Voorzetje naar Giroud toe. Nee, die moet naar Giroud of naar Pato. Rust 2-0 achter. Oei, 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 oei. Zoveel kansen gehad, maar nog geen goaltje. Hier gewoon 2,4 verwachte doelpunten. Meer dan die van hem. En hij heeft 2 goals bij. Goed. Nee, bij het spel. We gaan wisselen. We moeten iets doen daarvoorin. Achraoui komt erin voor Giroud. We moeten toch iets meer snelheid daarvoorin zien te krijgen. Bonucci, heerlijk. Maar we spelen nu ook al met veel risico, moet ik zeggen. Maar ja, dan krijg je wel dit natuurlijk. Achraoui, doe het, jongen. Pato! Oh, oh, cheat! Ja, heerlijk, 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 heerlijk. Toch El Shaarawy met een assistje op Brahim Diaz, 2-1. Kunnen we nog terugkomen? Kom aan, boys. Ja. Weer een assist van El Shaarawy op Brahim Diaz, bijna. Ja, El Shaarawy. Dit is je moment. Dit is je moment, heerlijk. Stefan El Shaarawy, hij doet het toch. 2-2, heerlijk zeg. Ja, daar gaat hij weer. Kappen. Wat een kap. Wat een kaats. Wat een kap. Oh, wat de hel? Pengel. Heerlijk. Oh, ik wou dat helemaal niet doen. In één keer schoot hij hem keihard naar voren. Brahim Diaz. Kan hij dan de beslissing binnenschieten? Nee, joh. Het is Manuel Neuer. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Beide penalties worden gemist door beide teams. Krijgen we dan meteen in de counter een tegengoal? Nee, het is Florenzi gelukkig. Wij dan nog een keertje. Wij dan nog een keertje. Wij dan nog een keertje. El Shaarawy, doe het. Oh. Oh nee, niet de laatste minuut. Niet in de laatste minuut. Oh, gelukkig niet. Maar ja, nu is het ook voorbij. Het is 2-2. Helaas, wel een goede comeback. We hadden met de pingel natuurlijk de 3-2 op onze schoen liggen, maar helaas. Ik moet zeggen, het speelt nog wel aardig het past and present AC Milan teampje. Natuurlijk eerst dan een jantje gegeven, meteen Lusu. En daarna dan die 2-2. Zat meer in, maar helaas. Dit was dan ook voor deze video. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Als je het leuk vond, vergeet niet even een blauw duimpje achter te laten. Laat bijvoorbeeld in de reactie even weten of ik misschien met dit team een weekend league moet gaan doen. Vinden jullie dat leuk om te zien? Laat maar even weten in de comments. En dan zie ik je dan weer terug bij de volgende video. Ciao!